Hey mensen van 0203 Michael, welkom bij nieuwe Left 4 Dead. Dark Carnaval is de wonermap. Tim is er weer bij, Leroy niet, want Leroy is Party Monkey. Die heeft zich gisteren in Roermond helemaal ladder zat gedronken en is nu brak als waar, zegt hij. Dus hij kan echt. Die loopt al daar half te slapen, wil eigenlijk nog niet slapen. Maar het beste is dat hij gewoon zijn bed induikt. Maar Tim is er wel weer bij, daar gaat het om. En we hebben ook Marijn Bikkel, lijkt me Nederlander, en Neo. Als zijn achternaam nazi is. Vrouw. Pudum. En nee, trouwens, die had je al gehoord in de video. Ah, waarom kan je geen monster terugbouwen, Alice? Je kan ook nooit waar. Zo mooi zijn. Dat is gewoon een monster kan rijden in Left 4 Dead. Ik wil op de auto. Ik wil altijd even op de auto staan. Tiberging. Oké, voordat ik plak tussen te krijgen, hou ik mee op. Heb ik wel eens gedaan met Minecraft, dat ik was aan het T-Bag en dat hij zegt, ho, plaktoets. En toen, dat is al niet. Toen denk ik van, stel ik zou dat nou doen als ik in de buurt van lava ben. Dan flikker ik er wel meteen in. Maar goed, dus spelen deze twee nog, of open. Die beweegt, maar nou moet nog Marijn Bikkel bewegen. Marijn, beweeg eens. Beweeg eens, Marijn. Nou, die doet niet mee. Oké. Okay. Hij is al meteen inactief, terwijl hij net nog zei dat hij klaar was, maar dan is hij zeker wat halen. Oh, sneaky mode. Niemand zag mij hier achter deze bus schieten. Reloading. Ja, de kijkers. Kut. Waarom keken jullie kijkers? Mochten dat niet zien. Ja. Reloading. Het is maar goed dat die zombies het niet zagen, dat was fataal geweest, maar... Huh. Op de auto. Pak jouw bitch. Je pretty bloedmouth. Die is voor mij. Of die? Nee, die. Tot die. Alleen toch? Nou. Ja, ik heb ook de Molotov. Oh, sorry. Molotov gepakt. Ik ga eens even daar naartoe. Laat mij even naar het kampje gaan. Dankjewel. Oh, hallo. Oh, what the fuck? Ze staan er nog godverdomme twee en ik lijk als het dieven zijn ze dat er niet twee moesten komen. Lijk echt als het dieven zijn daardoor. Nee! Hij pakt de bel. Heb je nog een beetje? Nou heb ik geen melee. Dammit. En ik heb weer een fijne muis die dus over alles en iedereen heen komt. Is hij nou dat hij actief was, dat hij er weer is? Nou, die heb ik wel dubbel gun. Of is er nog iets anders van melee? Oh, ik moet natuurlijk wel dat weer terugpakken. Lol. Oh, ik ga het zo weg. Bolt. Ja, maar. Burn, bitch. Burn. Burn, baby, burn. Get going, burn. Oh. Wat hebben we hier? Vervolgens. Reloaden. Ik weet niet waarom. Ik heb fire bullets. Burn, baby, burn. Ik ga gewoon letterlijk burn, baby, burn draaien zolang ik nog gekomen ben. Oké, tot zover burn, baby, burn. Ja, ik heb ook geen vuurbos gekregen. Nee! Ik word gelekt. Lek maar niet zo, man. Zegt Erik. En als je denkt, wie is Erik? Dat is een, iemand die wij allebei kennen van school. En die is echt fucking lang. Het is gewoon niet normaal. Zo'n dik 2 meter of zo, dat is gewoon niet normaal. En dat was hij al in het tweede leerjaar. Of zo. Sniping no scope. Oh, sniping no scope. Oh, spring bijna op die auto. Dan kan ik beter maar niet doen. Hier ligt er gewoon geweer. Oh, schiet ik er nog bijna doorheen. Het is goed dat deze koers niet dwars door de zombies heen gaat. Oh, piebam. Ga eens even weg jullie, want ik zie niks. Oh shit. LOL. Jij kent toch wel in die versus mode, hè? Dat je, als jij als zombie wil spawnen, dan begin je door zich... Wow, deze staat door de tafel heen, cool. Dat je door de tafel heen begint, hè? Dat je... Sorry, wat zei ik nou? Dat je doorzichtig begint en dus eerst moet spawnen buiten het bereik om. Nou, ik zeg nou even zo'n glitch. Het leek alsof er een spitter naast mij werd neergezet en dat hij nog ergens moet heen lopen om te spawnen. Zo zag het eruit. Ik zag ineens een lang figuur dat doen.
En de chest pedals. Maar die neem ik niet mee. Tim, jij loopt daar ver vooruit, aangezien er één EFK is en die ander is maar Rijn Bickel en die loopt een beetje te... een beetje achter. Is er hier melee? Ja, hier is Katana. Katana? Yay! Katana! Heb jij dubbel gun als je wil? Wat je pillen, die ligt toch weer. Dat is eigenlijk wel best lekker zo. Kijk, ik ben gewoon even niet op tijd wakker. Ik ben er niet wakker. Oh, ik wil sniperen. Maar dat kan niet met zo'n muis als dit. Dan wil ik de middelste knop indrukken en dan scrollt hij ook meteen. Want om de kleinste beweging verandert dat meteen. Dus ik moet wel no-scope sniperen. Dus ik moet. Oh! Maar hij wordt beetje mashed potatoes. Een beetje gefigureerd. Ik ga even deze deur openmaken en weer dicht doen. Bob! Ah ja, hij is weg. Ik zeg, ga weg. Bot. La 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 la. Waar loopt Marijn weer achter? What the fuck? En dat begint weer een beetje laggy af. Haha, budget! Ik denk dat, dat zelfs de smokers er kapot schoot. Gutshot. Weg letterlijk. Ja. Echt trouwens, ik zit nou ineens na, nou kom ik, nou snap ik pas kapot schrikken, terwijl ik uit elkaar valt. Goeie Tim, goeie. Ik had al een rook als je dood gaat dus. Bot. Kovic. Ja, maar die gaan we nu nog niet opzoeken, want ik zie hier echt leuke dingetjes, maar die kan ik allemaal niet meenemen. Kan wel, maar dat wil ik niet. Weehee! Propaanfles! Nee trouwens, ik moet echt stoppen met propaan, want als ik propaanfles heb, kan ik echt bijna niet schieten. Dus dit wordt het tot de safe room ga ik propaanfles meedragen en dan laat ik hem daar veilig achter. En daarna... Ho! Hier is die bitch. Oh my god, ik zit in het water en hij hoort en ziet me... Oh nee, jockey. Nee, en maar rijden die schiet erop. Lol. Slecht. En Marijn is dus niet zo, is gewoon een volwassen vent dat ik hoor hem geloof ik. Was dat Marijn? Nee, was, ik weet niet. Was dat Marijn die praatte? Ik heb geen idee. Oh my god, zit die weg? Die witch leeft nog steeds! En die laten we ook gewoon leven, waar de fuck is ze? Kijk niet. Ja, dubbele smoker joh. Triple headshot! Waar is die? Oké, lol, ik denk dat hij wel dood was, maar dat hij geluid gewoon niet ophield. Fuck. En nee, Tim, daar kun je niet helemaal naar boven klimmen. Misschien wel. Altijd. Oh, dankjewel Marijn. Thank you. Oh, good now. Bot. Hey, ik wil ammo pakken. Nee! Au. Nou, nu ontploft die propaanfles ook. En wow. Excuse me. Daar gaat propaanfles, maar ik ga minder op propaanfles geven. Sorry, ik vind het een hele aardige, leuke... ...nondertje. Ik vind... Nee! Dit is jockey. Oh my god, het is echt alsof het een fucking... ...versus is, man. Hoeveel fucking van die beesten zijn er? Ik zeg net al twee voor schaar. Hé, nog een, tuurlijk joh! Nou, is het hier wel goed hierboven? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, hey, ik wou net een zombie schieten. Ik denk, nou, die hebben ze wel. Oh, ze hebben hem niet. Ik schiet hem. Op het moment dat ik schieten ze hem neer, waardoor ik dus eigenlijk voor Shell schiet. Up the hill. Had dus eigenlijk iets later moeten wachten. Iets langer. En hier komt meestal een tank. Ik hoop nu van niet. Komt er een tank? Yay! Yes, he. Hey, zonder op de lucht! Het voelde wel dat ik net bijna 5 keer heb geraakt. Reloading. Wow, lol! Zonder dat ik het wist, schoot ik een hunter neer. Het was een boer. Ik was gewoon eigenlijk aan het schieten op een horde en ondertussen schoot ik per ongeluk naar binnen toe waar een fucking hunter was zat te campen. Vieze camper. First aid kit. Give me a minute. Gotta heal. Alright, now I'm back. Healing. Ah, waarom sluit je nou net de deur? Net voordat ik die andere. Nou.
We hebben in ieder geval het gehaald. Sluit die deur niet, ik wil niet dat we blijven leven. En Marijn heeft alles op de Witch gedaan. Nou, dat is ook voor het eerst, hè Tim? Ja. Ook voor het eerst dat jij er niet was. Ja, ik wel. Ik weet niet hoe het trouwens klinkt, maar ik heb ondertussen wat te drinken bij. Dus, en zo niet, als dat heel smerig klinkt, dan knip ik het er gewoon uit, dat geluid. Dat is het handige aan DxStory. Daar hebben ze 2 audio tracks, waardoor je dat eruit kan knippen. Anders kan het niet. Dat zou wel pas zijn. In ieder geval, als je drinkt, is het gewoon absoluut geen geluid. Ja. Hey, the Midnight Riders. Sniping like a boss. Je bent de enige die er nog in zit. Oh nee, hoor, zonder persoon bij. Best light show in the business, though. Kan dus deze wel of niet om muren schieten? Was dat een zwarte of deze? Allebei. Allebei? Allebei snipers. Verschrikken ze door 1 muur of 2 deuren? Oh. En er zijn er nog een op van het geluid. Nou. Sniping like a boss. Ik hoor een clown. Oh nee. Dat is niet zo grappig. Clownen zijn nooit grappig. En vooral niet dat zombies zijn. En degene van... Oh, is dat heel dicht. Ik ben te lelijk van dichtbij door mijn scope. Alsjeblieft. Hi. Nee, trouwens, dat ben jij niet, dat is Alice. Alice is lelijk van dichtbij. Lol, ik dacht dat er een ding over stond. Ik heb er vaak versus gespeeld. Ik denk nou dat die vlaggen ook beesten zijn. Ik kan niet opstaan. Kun je niet opstaan? Oh. Als ik hier zit, kan ik niet opstaan. Nee, omdat je dan vastgeklitst stond in de deur dan. Ja. Boom het! Boom, 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 boom. Wat zit die hier te doen, man? Oh, niemand is er. Ik wou net zeggen, nee joh, die zag ik net niet. Ik dacht, zit hij nog binnen? Nee joh. Oh, ik moet wel een flashlight aanzetten. Met die pitch weg, of kan dat weer. Bot. Cutshot. Oh, ik zie de clown. De clown is geloof ik dood. Dat weet ik niet zeker. En ik bescherm Peanut Guy. Niemand schiet Peanut Guy kapot. Ja, loop maar door Marijn. Niemand schiet Peanut Guy kapot. Ah shit. Waar zit de smoker? Bot. Hé, hey, katana. Maar die heb ik al. En toch wou ik hem oppakken. En dat was best stom. Dat hem al. Zit er een zombie? Nee, dan komt er gewoon een schaduw geloof ik van een zombie half zo erheen hier. Lol, dat ziet er best grappig uit. Dit is een schaduw van niks en toch. Bot. Boomer. Boomer. Zolang ik er geen last van heb. Oh, jij bent hier al geweest om iedereen uit te moorden. Cool. Ja. Dat is wel zo wat makkelijk, dus dubbel werk. Toch 2 mensen gedaan, anders moet ik het allemaal in mijn eentje doen. Ik ga Chomsky proberen uit te spelen. Ik ga die gast even helpen voor die charger. Ga eens even weg, ja, zombie. Ik ben bezig met een spelletje. Zombie, ik zei al, laat me even met rust. Ik ben een spelletje aan het spelen. Oh my god, ik ben slecht. Ah! What the fuck? Ik schiet ze allemaal dwars doorheen, maar ze gaan niet kapot. Hier weg! What the fuck? Dood. Oh, je moet op de back schieten, dat is waar. Niet op het skeletje. En geen pinda's schieten, hè? Dat is niet eerlijk. Pinda kan niks terug doen. Ik denk dat we hem nog lang niet hebben. De skelet is terug doen. En... hem gehaald? Nee. Nou, jammer dan. We gaan verder. We gaan hem niet uren proberen. Reloading. Alright, weapons. Alright, weapons. Ik ben crucial. Niemand vroeg jou wat. Adrenaline shot here. We got guns. Oh. Die is wel nice. Die is wel nice. Ja, die zombie gaat kapot ervan, dus dan mag je blijven het geweer. Wow, er staat een charge op het dak. Wow, hij staat op die kliko te campen. Oké, dat is wat. Oh nee!
Yonder is up. Stop shooting me, alright? En die stond op de propaanfles. Nou, propaanfles, jou ga ik in veiligheid brengen. Deze propaanfles ga ik... Ik moet minimaal nog één propaanfles in veiligheid brengen. En dan pas kan ik verder met mijn leven zonder propaanfles. Oh nee, tank. Kun je propaanfles staan? Oh my god. We hebben hem. Ontsplot. En niet in de fik staan, want ik weet me nooit met propaanfles. Aan de kant. Weg jij! Niemand vroeg jou aan de zombie met je been dat eraf ligt. Dat is al niks. Hey, ben je blij Tim met Killerland of zo? Nee. Nou, jouw Alice zegt van wel. Je zegt, oh my god, Kittyland! Yeah! Tegenwoordig genoemd Zombieland. Van deze film. Maak te veel reclame voor die film, mag niet. Ligt hier nog iets belangrijks, een crowbar. Nog een propaanfles. Wauw, ik heb spraakgebrek. Propaanfles, hoppakee. Propaanfles gaat mee. Oké, zombie. Oh ja, dat rent weg van mij. Nou, ook lekker aardig. Akka! Ik ben fan van AK als je dat nog niet wist. Want Tim is met de sniper, ben ik met de AK. Ammo hier! Maar ik heb net een nieuw geweer opgepakt, nog niet mee geschoten en wil ik er al ammo voor hebben. Geef me meer ammo! Oh, is dat dan? Oh my god! Tijdje. Net te laat. Ga weg, anders schiet ik daar op mijn paard met spot en dan wil ik niet. Ga weg! Aan de kant! Wow, het leek alsof ik een arm afsloeg. Met dit propaanfles. Ga weg jij, jullie allemaal weg! Niemand vroeg jullie waar! Ga weg! Laat me alleen! Kom erop! Nee! Ga weg! Ga weg! Zo. Wauw, hij mist geen hier onder de trap en die staat hier dichtbij. Bot, gebot. Wat een glijbaan. Nou, ik ben weer helemaal blij wat ik ben van de glijbaan geweest. Dat komt aan, hè? Nou, ken je. En hoe het je achteraf zit, toch? God weet ik veel of een zombie is. Waar? Oh, dat valt nog mee. Omdat jullie zo. Nee! Nee, ga weg! Ganda! Bitch! En jij is... Nee, Hunter. Wauw, lol. Dat is wel leuk aan die bot. Die komt op je aflopen en als hij bijna dood is, springt hij snel terug. Had hij mij gewoon kunnen aanvallen en helemaal kapot kunnen vreten, doet hij het niet. You're gonna have to suck it up. You can suck this, bitch. Maar waar is dan propaanfles? What the fuck? Wordt die pillen? Dat doet veel. Shit, niet te pakken met mijn muis. Waar is die propaanfles? Ligt die naar beneden? Ja, hij ligt beneden. LOL! Even propaanfles halen. Sorry Tim, dit is de laatste aflevering met propaanfles hoor. Laatste aflevering met propaanfles. Nee! What the fuck? Ik ben er nog helemaal niet! Nee! Oké, hij gaat snel naar de overkant. Wow, nee, trouwens, laat maar. Dat duurt alleen maar... Nee! Oké, dat was best noob wat ik daar deed. Dat was best noob. Nee! Oh my god, de charges had ik dus echt niet. Tussen al die zombies. Zag ik hem gewoon echt niet. Ik keek gewoon helemaal overheen totdat hij mij aanviel. Toen dacht ik van, oh nee, daar is hij. Ik loop echt ver achteren. En dan limp ik ook nog eens. Nee! Auw! Auw, ik ga door hoor. Ik loop gewoon door. Dan ga ik me kapot. Dat maakt mij niet uit. Witch? Nee, je bent... Ja. Oh nee! Ja. Oh nee! Ah, Marijn Bekkel, jij hebt niet het. Oh, als hij nou mij aanslaat, dan sta ik stil. Dat is irritant aan mij nog een leven meer hebben. Niet dat ik dood ga, maar dat ik gewoon niet kan bewegen. Dat vind ik het ergste. Hey, dood me niet van... Wow, die zombie doodde me er al vanaf voordat die jockey mij ging pakken.
100% die jockey was eigenlijk naar jou zou springen, maar het is bij hem. Oh. Ik ben echt noobie bezig vandaag, hè. Ik ben al twee keer neergegaan. En ik... Nou wordt het dus healing. Healing. Zo. Dan weer verder. Kom op, de laatste meters met propaanfles. Nee, Hunter. Sorry. Niks, Hunter. En dit is de laatste keer dat we propaanfles hebben gered. Propaanfles. Heb je nog laatste woorden? Wat ga je nu meedoen? Nou ga ik hem hier achterlaten. En je gaat hem niet kapot schieten. Alsjeblieft, dit is de allerlaatste propaanfles. Laat hem het overleven. Geen andere... is het geloof ik de enige propaanfles die ik echt red. Die andere die had jij gered. Dus... Toch wel? Dit is de eerste keer dat ik echt daadwerkelijk een propaanfles red. Naar de safe room. Dus. In case anyone is wondering, I am about to die. Oh, hartstikke leuk, Rochelle. I'm about to die. Nou, dat heb ik ook gekend. Well, nou, ik zal even. Echt zo net voor haar neus. Nou, dan zal ik hem maar gaan healen. Oké. Dankjewel. Rochelle krijgt niks. Nou, propaanfles. Het waren leuke tijden. Ik hoop dat je het leuk vond om op mijn kanaal veel liefde te hebben gekregen. Maar we gaan je dit keer achterlaten. Mag ik heel even een momentje alleen met hem? Nou, Marijn, ga naar buiten. Goed zo. Ik wil even een momentje alleen met hem. Nou joh, ik zal je missen. Maar goed, hij is nu op een betere plek. Ik ga de wildernis in. Nee, Tim. Nee. Ben vorige. Nee. Wel. Tim. Jij weet niet waar die staat en jij gaat nu die kant op. Hey, watch him back. Nee! Oh, dat scheelde weinig, joh. Dat scheelde weinig. Dat was echt heel close of je had hem. Maar goed, hij is op een betere plek. En we zien hem ooit misschien nog wel terug, maar dan gebruiken we hem als wapen. Daar is hij ook voor bedoeld. En ik merkte gewoon, als ik hem vast heb, dan doe ik veel te weinig. En ik moet mijn flashlight eraan zetten. Dat is altijd, als ik hem een witch heb gezien, kan ik hem heel snel uitzetten. Maar dan vergeet ik hem om weer aan te zetten. Hier iets? Nee. Er is ook nooit waar in deze kamers. En waarom lijkt hij hier een beetje te laggen? Weet niet. Je ziet het niet echt duidelijk in de video, maar hij lijkt wel een beetje. Ik wil hier... Explosive rounds here. Nee, het was die explosive rounds zijn alleen maar irritant. Maar dan zie je dadelijk dat je hier heel van dichtbij zijn. Zo. Nee! Ik word echt al de hele aflevering door alles en iedereen gelicht. En gespuugd. Ze zijn lekker aardig bezig tegen mij, zeg. Jongen. Pak eens even Neo. Nee, gaat niet. Pak maar Marijn. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Marijn is de eerste Nederlander met wie we gaan opnemen. Tenminste, zover het lijkt, want Marijn lijkt me Nederlands. Daar is Heusje. Nee! Dat is ook weer een inside joke, maar ik vind het een inside joke hier. Precies, pak Neo maar. Heel goed. Zolang ik niet ben, ben ik tevreden. Ga weg, Marijn. Je staat in de weg. Dankjewel. Zo. Bot. Knal. Holy fuck, hier is een tank. Hier is een tank. Waar zit die? Wacht even, ik ga sowieso eerst even dat doen. Waar zit die? Ik zie niet. Ik weet niet. Maar ik hoor hem. Ik kan wel gasken hier. Ik hoor hem wel. En ik hoor ook jockey. Oké, hij heeft hem geactiveerd. Ah! Oh nee! Ja!
Jawel! Oké, dit is wel de eerste keer dat ik... Nee, trouwens niet de eerste keer dat ik schrok. Ik heb wel eens vaker me kapot geschrokken van dat beest. En ook bij opnames, maar ik schrik me wel echt nou heel lang. Voor mij, ja. Oké, hij is dood. Auw! Neo zit me vol in mijn rug geschieten. Ik ben nu bijna dood, dankjewel. Neo. Fucking Neo. Kik hem dadelijk, grapje. Ik kijk niemand. Alleen als ze echt puur aan het trollen zijn of... Hold weet up. Ik voor wat, dat mag alleen ik. Ik mag alleen trollen. En Tim. Maar voor de rest niemand. Yes. Yes. Alsof hij dat lopen rug maakt. En alleen maar zichzelf lopen hier. Rusje! Ik gebruik eigenlijk mijn zwaard als zwaard. Dat is gewoon zwaard. Laat ik daar eens even mee gaan sushi snijden. Steve, veel te zwaarder. Oh, deze kijk of we deze cancer eraf kunnen schieten. Jee. Oh mijn god, ik ben bazer. Ik ben bazer en sniper. Ups, nee. Ik gebruik mijn pillen niet. Mie. Nee, hier lag niks interessants. Dus gaan we hier over de rollercoaster. Ik wou zeggen, geef die iemand zijn manou, maar dat is weer... Ik heb echt, dan moet ik even kijken of daar met die sensor dat ik dat minder gevoelig kan maken. Want ik kan niet mijn oude muis gebruiken waar dat wel in zit, aangezien daar de sensor van kapot is. En in deze nieuwe muis heb ik een scroll die gewoon fucking aan het rollen is. LOL, er zit een charger daar vast achter de paal! Maar, die kon ik gewoon vrij schieten omdat ik probeerde via allerlei wegen... Hier, nou ligt die in mij niet meer, hè? Maar Tim, is nou Tim deze lekkerder aan om te likken dan ik? Eba. Ja, ik ben nog wel geen één keer geboomd, dus... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik weet dat Neo en Marijn allebei eens een keer geboomd zijn. Dus... Ik ben één keer geboomd. Ja, dus omdat ik de enige ben die niet geboomd is, dus niet onder boomerkot zit, ben ik degene die nog lekker is om te likken. Daarom werd ik zoveel gelikt net. Follow the track! Oh! Nee! Oh, dat scheelde weinig. Nee, ik word weer gelekt. Wordt eens de goede kant op gelekt. Ja, voor hetzelfde geld stond er hier geen ding. Ja, had hij me niet te pakken. Au! Oh, fuck. En het lag. Oh. Nee, iedereen loopt niet hutje voorbij. Nee, nee. Don't attack me. Ik ga wel redden. Nee. Nou, hij luistert wel. Don't attack me. Iedereen, echt de meeste schade denk ik dat ik oploop door mensen die door mij heen proberen te schieten. En dan bedoel ik vooral Neo. Dat is echt een letterlijke neonazi. Grapje. Dat hebben jullie niet gehoord. Hoppakee. Trouwens, ik heb nou eens een keer voor het eerste keer wil ik wel eens even kijken. Want ik heb nou Tim al de hele serie mee. Eén keer heeft Leroy meegedaan. Maar ik ga nou gewoon het volgende vragen. Ga ik gewoon... Nee, trouwens, wacht. Ik wacht al even. Tot ik in de safe room ben. Met vragen daarna. Even healen. Oh, sorry Tim. Je wordt aangevallen en dat kon ik voorkomen. Maar dat deed ik niet. Omdat ik mezelf aan het healen was. Boom. Coach is gewoon egoïstisch. Zo, ik ben binnen. Nou, tevreden niet. Nou, wat ik wil gaan vragen... Wil jij ook eens een keer een potje meedoen met Left 4 Dead? Dan kan dat. Je hoeft alleen maar één ding te doen. Dat is Steam te hebben. En Skype. En natuurlijk ook Left 4 Dead. Is wel zo handig. wil je dus een keer meedoen? Kan van mij. Want iedere keer heb ik nou alleen Tim erbij. En die andere twee. Ja, ik weet helemaal niet of het Nederlanders zijn of niet. Als je een eigen YouTube kanaal hebt, mag je die promoten. Leroy doet misschien ook wel eens een keer mee. Dus daarom begin ik met iedere keer één iemand toe te voegen. Als hij dat wil, krijg ik geen reacties. Ik wil niet zeggen dat ik nou ga wachten op je. Je moet maar gewoon snel reageren. En dan bij het eerste gewoon een potje zal ik mensen gaan vragen. Maar dan moet je mij wel natuurlijk toevoegen op Steam als vriend. Want anders weet je niet wanneer ik ga opnemen. En dat was een buttshot. Headshot. Oké, lol, je moet dus door de muur aan het schieten. Shoot the clown. Oké, iedereen komt op die clown af. Lol, die clown is wel in het midden van het plein. En iedereen rent naar het midden van het plein om die clown.
Clown is beroemd. Reloading. Bassie is beroemd, hè? Bot. Bot. Hatsplat. Oh yeah. Nee, ik wil niet ander geweer. Ik wil mijn wapen met ammo. Reloaden. Is het nou zo moeilijk om maar gewoon een beetje ammo te geven? Is het nou zo moeilijk? Ammo. Blijkbaar, weet ik veel. I don't know, I don't care. We're out of there. En die quote ik inderdaad van een YouTuber. Een Amerikaans. Van die een Deathless commentaar die uiteen. Ga weg, zombie! Ik heb jou niet knap. Blijf met je poot van me af. Bots, die had geen been om op te staan. Ja, eentje, maar daar kon hij niet op blijven staan. Bots, knal. Oh, ik ben echt aan het snipen als een motherfucker. En gewoon met geen sniper. Dat is het beste. Trouwens, ken je deze achievement nog niet? Probeer eens een keer met een dingen dit te slaan. En dan op met een challenge. Met een oh, daarom ging het de vorige keer niet toen ik het wou laten zien. Ja, ik zeg eerlijk, we hebben eens een keer eerder proberen het op te nemen, maar toen is het, de opname is mislukt. Mijn microfoon stond uit. Heel dom. Leroy zei er niks van. Of nou trouwens, mijn microfoon stond niet uit, maar hij stond niet ingesteld. The fuck. Maar toen was ik dus ook proberen dat ding aan te slaan. En ik zei zo van, als je dit slaat, dan red je het. Maar wat moet je doen? Je moet fucking een, zie je? Dan haal je het. Je bot! En dat is een achievement. Wij hebben hem al, Tim en ik, maar... En ondertussen heeft iemand mij in de Mega gestolen. Ah, what the fuck. Dat is gewoon niet aardig. Wie was daar? Ben jij daar? Ik zie hem kapot. Ik maak hem kapot als jij hem hebt. Heb jij hem? Hij heeft hem, geloof ik. Nee, hij heeft een baseball bat op zijn rug. Niet pet, maar bat. Baseball bat. Bot. Oh, er stond niemand in de deur ook. Okay. En let's get inside the stadium. I have an idea. Heb je een idee, coach? Nou, dat is ook voor het eerst dat er een bot ergens van jou iets opkomt. Iets anders dan laten we de witch opschieten, kapot schieten. Ah, Jackie. Oh, daar is hij. Ik heb hem gezien. Oh, ik was even bezig met de witch, sorry. Holy fuck! Je doet dat! Tim! Je hebt geen shotgun, dat lukt je niet. Lukt wel als ik een charge op mij afkomt. Lol, wacht even. Probeer eerst die witch kapot te schieten. Ik dacht, probeer eerst die witch. Misschien ga je dan niet down, maar... Leek mij wel zo logisch dat als de charge jou heeft en die haalt jou niet neer, dat de witch jou ook niet neer kan halen. Maar ja, toen dacht ik even daar, wacht even, dan kan ze nog wel hacken slashen door die... Ja. Even kijken of er hier boven iets is. Ik moet mijn flashlight weer aanzetten. Nee, is niks. Een bel. Hallo bel. En deze koetjes zijn een beetje ziek. Beetje maar hoor. Hey koe. Bella. Bella. Hey Bella, praat je even. Oh, je hebt een schedelhoofdje. Dat praat een beetje moeilijk. Dat praat een beetje moeilijk als je dood bent, hè. Dat is niet zo makkelijk. Ik probeer al een tijdje een goed gesprek te voeren met een zombie, maar dat gaat ook al niet. Waarom pak ik dit geweer niet op? Lol, hij wil dit geweer niet oppakken, omdat het hetzelfde geweer is. Die had wel meer kogel. Oh nee, wacht even, waarschijnlijk was die van iemand anders. En dat hij daarom zei van, no, wacht even. Deze, die heb je niet zoveel aan. Oh, Hunter! Ga weg, Hunter. Laat me, als jij mij pakt, pak mij dan wel in de buurt van mensen. Want nou, als hij mij nou had gepakt, kon ik niet meer terug. Hey, Tim, wie er is? Echt al. Wow! Holy fuck! Sprong je nou op mij? Ja. Vandaar, ik zag mijn beeld echt zo helemaal bewegen. Terwijl ik knal op mijn kop hoorde en hij doodging. Ik dacht echt, what the fuck? Lol. Dat was best apart, dat had ik nog nooit meegemaakt. Goed dat je toch genoeg hebt. Toch best mooi schot voor mij. Ja, perfect sniper kill. Echt waar, ik krijg geen sniper release, bro. Zo, die zijn ook door. Oh, er zat een zombie hier voor me. Heel sexy, gelapt en ze. Maar ja, er zat een beetje veel bloed in haar maag. Dus ja, dat is niet zo... Wow, ziet te vliegen!
Daar zag ik een zombie vliegen. Dat was zeker Superman. En door de lag vloog hij heel langzaam, dat ook nog eens. Lijkt echt wel deze aflevering. Dat wordt duidelijk nog wel tijdens de finale. Waarom lijkt het zoveel? Is deze map zo erg, dat zo erg vol en dat er veel in zit dat hij daarom zoveel lijkt? Er zit Chomsky in, er zitten twee achievements in, in twee kermisattracties. En die laat me lijn laat. Oh, nee? Nou toch, ik lag best erg. Niet zo super erg dat je het niet meer kan zien ofzo, maar ook in-game gewoon haalt hij een beetje het beeld. Ach ja, auw! Nee! Auw! Nee! Nee! Bot. HC. Platsy. Ah. Oh. Rush als een motherfucker erin. Dag spetter. Jij bent toch een bitch. Reloading. God damn it. Go. Go. God damn it. Zo, we gaan even healen. I gotta heal. Oh, look. Als ik Rochelle was, zeg ik altijd, oh, look in the ass, terwijl ik aan het healen ben. Of als ik zo ben. Maar... Wow, die coach heeft erin gelachen. Hold up, healing. Dat is echt, die hit, en zo... Dat is echt eng. Maar ja, hij is groot en breed en sterk, dus daarom wil ik hem zijn. Gewoon alleen daarom. Ik wil ander weer, ik vind deze niet mooi. Precies hetzelfde, maar ik wil hem wel. Ik kocht een S-cijfers petje aan zijn verhalen. Bot! Oh, dat was een bijna headshot. Hij wil tussen hem en Zoe zitten. Wat zei nou, ga je op hem en Zoe zitten? Nee. Oh. Wat tussen hem en Zoe zitten? Wat zat er dan tussen? Ooit gewerkt met, weten, waarbij je die brug omlaag moet doen. En ze doet Zoe Ellis na. Oh ja! Ja, yeah, coach, that's so brilliant! Ja, die trouwens die brug naar beneden halen. Dat hebben jullie gewoon afgeven gezien als je die brug bedoelt, of bedoel je die brug helemaal in de laatste weg? Oh, what the fuck. Wacht even. Hey, kom eens even terug. Oh, sorry hoor. Wat aan het doen? Rochelle had dat net verpest. Oh, wat was je aan het doen? Is er aan het voet? Je... Oh, je was je. Oké. Ik hoop dat het lukt. Nou, ga ik het doen? Nee. Met de ticket te zwaar, ik kom er niet op. Coach is te zwaar! Nee! Misschien is het veranderd. De eerste ronde, maar daar hebben ze niet gedaan van, nou, dat laten we niet meer toe. Oh! Zij. Nee joh, ga nou niet achter die tent te schuilen, zo kan hij jou niet helpen. Die jij je er zelf in te inbrengen hebt waar jij komt te staan. Nou, nu zullen we het meemaken. Gaat het lekker als het dief is? Of valt mee, want hier is wel, dit is het zwaarste van allemaal. En de hele aflevering loopt al niet op volle toeren. Dus ik denk dat hij dadelijk echt helemaal kapot werkt, de game. Nou, zet iemand daar even de lichten aan. Ik sta al bij de muziek klaar. Light! Hey, I'm reloading. Oh mijn god, nee, je gaat die lichten niet doen. Dan doe ik ze wel hoor. Als jij die lichten niet wil doen, ga ik ze al aanzetten. Ik wil zo snel mogelijk starten. Ik wil niet eerst nog even een half uur voorbereiden. Oh. Ik kom eens even niet in de buurt, jullie zombies. Ah, ik sprong op je schoot. En dat vind jij niet grappig. Maar ik wel. Nou, staat het vuurwerk al aan? Nee. Moet wel het vuurwerk al aanzetten, hè? Oh, dat is pijn door het vuurwerk springen. Maar ja, daar kon ik zelf ook wel bedenken. Maar toch wou ik het doen. En we hebben trouwens een andere, een Belg lijkt het. Kenu of zoiets. Keanu, Kenu. Ik heb geen idee hoe ik uitspreken. Ja. Heel simpel. Belg. B-E-L-G. En waarom weet ik dat? In Belg is dat B-E achter zijn naam. En dat lijkt me niet dat dat Bangladesh betekent. Of... Oh! Chucky. Ah, die kon ik net niet zien. En ik was ook aan het reloaden, maar... Oké, okay, waar is die boomer? Kom boomer. We zitten hier een of andere dikke mevrouw. Het lijkt me een vrouwelijke boom als ik zo luister. Daar is hij! Oh fuck, ik boom eraf. En dan gaan we er weer op, want ik wil
Oké, okay, nou ben ik. Nou is iedereen officieel één keer geboomd. Oh nee, Kea nu nog niet. Kea nu moet nog een keer geboomd worden. Ga je even boomerbal op, hè? Ga dood jij. En jij ook. Auw. Loop mijn rug niet te krabben, jullie zombies. Dat is niet chill. Nou, het valt nog mee qua ongelofelijke lag. Maar dat komt omdat ik hier ook stil sta te campen. Als ik ga rondlopen, dan wordt het erg. En vooral als de helikopter dadelijk komt, wordt het erg. Maar eigenlijk heb ik nou muziek niet aan, wacht even. Opties. Geluid. Moet mijn muziek aanzetten. Nee, dat is niet de... Nee, dat is niet de goede muziek. Waarom... Dat wordt nog een... Ah, dat vind ik niet leuk. Was er? Ik hoor de muziek niet. Nee, Midnight Riders... Oh, dat was heel hard. Waarom wordt er geen muziek afgespeeld? Ah, daar komt het! Zoals je zat dit, hè. Maar laten we eerst even die tank on fire zetten. Waar is die? Net zo staat hij net achter ons. Is hij hier? Ja. Ah, you're shitting me. Yeah, Midnight Riders! Coach is er helemaal fan van. Oké. Daar loopt een charger bedoel ik. Voor hun zou zeggen wat een charger. Haha, die charger heeft geen kans gehad. Ik weet niet of het te hard klinkt, maar ik wou die muziek gewoon aanzetten. Ik ben toch een afstandje er vanaf, dus het is sowieso zachter. En dat is ook fijn, ik heb surround sound geloof ik aanzien, dus als ik er in mijn rug naartoe draai, is het ook zachter en als je het achter mij is. Yeah! Nee. Yeah! Nou, waar is het? Ik zie geen zombies meer. Waar blijven ze? Oh, daar. Hallo. Oh. Yeah! Oh, vet muziek. Dat ik die niet van het begin af aan heb gezet. Dat is slecht. Echt goede muziek, jongen. Nee, daar hebben ze wel. Midnight Riders bestaat geloof ik niet echt. Maar de mensen die het zingen wel. Maar Midnight Riders is geen officiële groep. Dat is geloof ik of een andere groep. Of... Maar in ieder geval, daar hebben ze... Oh, daar komt het vuurwerk. Oh! Waar is de tank? Daar is hij. Heet die maar Molly, dan zou ik gooien. Vet. Echt dit muziek. Wel grappig dat Midnight Riders precies weet wanneer de tank komt, hè. Dat zijn precies die muziek zo kunnen draaien. Alleen dit zegt eigenlijk wel iets. Dat eigenlijk Midnight Riders altijd playback. Waarom zou deze muziek met stem en alles aan kunnen zijn gezet worden zonder dat zij er zijn? Behalve dan de... Ah! Wow, daar schrok ik me kapot! Wow, ik schrok me die echt helemaal de pies. Holy shit. Oh, je moet mijn hart nou voelen, jongen. Holy shit. Help ons omhoog. Ik eerst. Nee, sorry jongen, ik had eerst. En dan gaan we naar het einde. Ik zal de muziek even niet van andere kant soorten weer neergezet. Ook goed. Alles maar best, als we maar opgehaald worden. Ik heb nog maar 12 kogels! Ik heb nog 12 kogels en ik heb geen kogels meer. Ik moet nou hekken slijden. Oh, sorry. Nee, ik hak jou eigenlijk niet in tweeën met mijn katana, maar dat maakt niet uit. Oh, ik zet de muziek weer uit, hoor. Kom op, to the fire and flames. Maar dan moet je wel doorlopen. Zo. Holy fuck. Hey, 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 klim erin, Bel! Oh my god! Ah! Oh, dat is heel zielig. Nou wordt zij achtergelaten. Ja. Dan gaat zij geloof ik niet mee. Zij werd nog wel de helikopter ingeslagen. Ja, maar blijf. Je ziet je. Zo wordt er achtergelaten. Zo valt dood naar binnen en zegt ze: hé, jij gaat niet mee, Rochelle, weg jij.
Ik heb me echt nog nooit zo erg kapot geschrokken. Nu echt. Ik draai me om en op dat moment geeft hij me een ram. En met die muziek aan schrik je je kapot. En oh. Maar goed. Dat was echt een hele erge slurp. Maar. Nou, we hebben deze aflevering weer gehad. Neo heeft het meeste gedaan met slagwapens. Ik heb maar 3. Normaal ben ik dan, maar ik heb echt mijn melee weapon zeer weinig gebruikt. Propaanfles in de laatste aflevering was het. Propaanfles zien we ooit nog wel terug, maar dan als wapen. Want ja, ik kon gewoon echt. Als ik hem in mijn hand had, zeer weinig. En ja, het is een beetje oneerlijk om de andere 3 het werk laten doen. En ik ben alleen maar aan het trollen door iedereen met een propaanfles tegen zijn bekken te slaan. Ben ik nou weer te verstaan, Tim, of zo? Heb ik mijn microfoon uitgezet? Staat gewoon nog aan. Oh, gewoon. Jij reageert niet. Dus. Oké, 1261 zombies hebben letsel. En ik ga nu wel doorklikken. Omdat ik scum ik ben. En de volgende keer gaan wij verder met. Laten we even daar naartoe gaan. Met Swamp Fever. En Swamp Fever is de op 1 na kutste map die er is. Naar mijn mening. Sommigen zeggen dat hij het kutste is, maar op mij is 1 na. Want Hardway vind ik het kutst. Bij mij staat hij op nummer 1. Jij zegt Swamp Fever het kutst? Ja. Ja, het is wel, het is een hele open veld, dus je wordt echt door alles en iedereen gepakt. Maar bij Hardrain zitten heel veel witches. En kijk, daarom vindt Tim Hardrain niet zo erg. Oh. Nee. Maar dan hebben we nog, als hij in Swamp Fever, Hardrain, Parish en Cold Sim, dan gaan we custom maps doen. Ja. Zoals Left 4 Mario. Left 4 Mario, die gaan we zo doen. Tour of Terror. Ik ben allemaal aan het spoileren. Ik ga de aflevering afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer op 0203 Michael. En dan zeg ik tot de volgende keer bij Le. Dat was een boer. Ik moet altijd boeren tijdens dat ik aan het afsluiten ben. Waarom? Druk even op abonneren. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tim zegt eerst doei en dan pas ik. Echt zo van Tim zegt eerst doei en dan pas ik. En jij? Oké. Okay. Dat vind ik helemaal best, joh. Tim? Zijn het doei. Nee, heb jij doei gezegd? Ja. Zeg het dan nog eens. Doei. Oké, nou, nu weet ik het zeker. Later, doei!